Kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus en jawel, we zitten in de foute week van Q Music. Jawel, dus het is vandaag maandag wanneer dat deze vlog ook online komt. Maar ik heb de opnames zijn zondag gebeurd, dus één dagje vroeger. Want de stembus is gesloten om 7 uur, wanneer dat er ook in een vlog van mij is online gekomen. Is de stemronden van de foute 728 dan op stop gezet. Dus we gaan eens hier eens de foute stemwijzer doen, want hij bestaat blijkbaar dus ook zo gelijk de stemtest, maar dan nu de foute stemwijzer. Dus we gaan er eens heel leuk eens mee verder gaan. Dus we klikken nu op start. Oké, je probeert zo snel mogelijk op de foute party te staan. Hoe doe je dat? Fluister ook met van Chris. Cross, Amsterdam en Anton en Sigourney K. Of Met de Vlam in de Pijp van Henk Wijngaard. Of Run van Mille Kink. Zullen we dus alle drie eens even laten afspelen? Niet wegloopt. Run. Jawel. Run. Van Mille Kink. Dan, hoe luid zing je mee op de foute party? Ja, natuurlijk. Let's get loud! Oké. De foute party is nog niet gedaan, maar je vrienden willen al naar huis. Alle, kom aan, vrienden. Wat doe je? Lekker blijven hangen van Margriet Hermans? Of ik blijf tot Sunrise van Mille King? Of Running at the discotheque van El Cazar? Of ik ga mee naar... Ik ga mee van House of Doom van Nuka. We blijven hangen. Of van Sunrise? When the Sunrise. Of Crying at the Discotheque. Of ik ga mee naar House of Doom. Dan wil ik wel eigenlijk, ik blijf tot de sunrise. Sorry vrienden, ik blijf tot de zon opkomt. Echt waar, bij de foute party. Wat is je favoriete snacks? Hamburger met de ketchup song van Last Ketchup. Of de hum, mus met watteltjes van Dietrich Vekas en Like Mike. How much is the fish and chips van Scooter. De pizza dance van Dynamite. Ik ga hem het ook eens laten horen. Hier is de ketchup song. Of de hum. Of how much is the fish. Of van pizza dance. De pizza hut. En de chicken bite chicken en de pizza hut. Dan pak ik wel de, van die pizza dan, van Dynamite. Maar jullie zeggen nu toch van, je eet toch niet graag pizza? Nee, maar in het Dynamite liedje, daar komt dan ook dingen in voor. Zeg het. Help. Help. McDonald's. Ja, McDonald's. Dus we gaan voor de pizza dans van Dynamite. Wat is je favoriete seizoen? Higher than the Sun van Natalia. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten van Peter de Koning. All I want for Christmas is you van Mary Carey. Of When the Rain Begins to Fall van Jermani Jackson. We zullen dus horen, Higher than the Sun van Natalia. Het is lente in de ogen van de tandartsassistenten. All I want for Christmas is you. And the rain begins to fall. Dan pak je toch wel die van Natalia. Dan, wat is je relatiestatus?
Ho, je hebt me duizendmaal bedrogen. Nee, maal belogen. Van Lara Lynn. Girls just want to have fun. Of Als een leeuw in een kooi van Willy Sommers. Verliefd op Chris Lomme van The Kreuners. Of Like a Virgin van Madonna. Oh, dat is wel een moeilijke. Je hebt me duizendmaal belogen. Girls, you want to have fun? Of Als een leeuw in de kooi? Hij rond, en rond, en rond als een leeuw in een kooi. Verliefd op Chris Lomme? Ben verliefd op Chris Lomme. Of Like a Virgin van Madonna. Virgin. Like a Virgin. Wat zal het worden? Girls just want to have fun. Die gaat het worden. Of deze. Ik was verliefd. Maar ik vind het ook wel Als een leeuw in een kooi wel ook wel heel mooi van Willy Sommers. Ja. Welk geluid maak jij als je teen stoot tegen een nachtkastje? Toem tik tik van HDC. Of verdampt ach liep dich van Matthias Rijm. Of Bob van Hanson. Of De van Peter Maffay. Ik zal het dus even allemaal eens laten afspelen. Ah nee, toem tik tik. Dicht. Licht, licht, licht. Of Toomba. Tampa Doomba. Of deze. Oh, dat is wel een slow minuutje. Dan vind ik wel. Tegen deze, Doom Tic Tic. Ja. Oké, we zitten al op 70%. Dames en heren, we zitten al op 70%. Wat is je favoriete huisdier? Er staat een paard in de gang. Van André van Duin. Onze bok is dood. Van mama's jasje. Lief klein konijntje van Henkie. Hoe lekt de dogs uit? Hoe, 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 hoe. Van Baha Man. We zullen het eens even laten horen. Er staat een paard in de gang van André van Duin. Staat een paard in de gang. Of onze bok is dood. Onze bok is dood. En zelfs dood. En dan ons lieve klein konijntje. Ja, ik hoorde gewoon een vliegtuigje op de achtergrond. Lief klein konijntje van Henky. Ja. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Of hoe let de dogs out? Let de dogs out! Hoe, hoe let de dogs out? Dat vond ik wel een hele goeie. Hoe let de dogs out? Ben je een ochtend- of een avondpersoon? Ik ben meer dan een avondpersoon, dus laat. Moet ook soms dus af en toe eens drinken, hè, mensen? Wat voor sporter ben jij? I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like it? Move it! Of Last Thing on My Mind. Ik ga deze hier nemen. Ik ga toch eentje nemen, want ik doe ook nog altijd aan wandelen. Of ik ga er twee nemen. Voilà. Want ik ga ook nog zwemmen. Oei. Klaar om jouw match te zien? Ja, ik wil graag updates van Q Music ontvangen via mijn e-mail. Nee, dat wil ik niet. Oh la 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 la. Ik ben zo gelijk Naomi van de Poorten. Zij heeft. Haar top 3 doorgezonden naar mij toe dus nu, door mijn stemadvies. Dat is ABBA, Lay All Your Love On Me.
en Eddie Wally, Cherry. En Europe van The Final Countdown. Damn. Die is ook altijd mijn favoriete geweest van Europe. Oké. Dus ja, ik hoop dat jullie het ervan hebben genoten van mijn stemtest van Proud to be Fout van Q Music Belgium. Ik ga nu rustig alles klaarmaken voor een brunch te doen. Want ik begin ook al wat honger te krijgen. Ik hoop dat jullie er hier al toch al een hele leuke vlog al tegemoet zijn gegaan. Laat het ook eens in de reactie weten als ik zo van die dingen nog meer moet doen, zoals ik die stemtesten. Als jullie ook nog leuke stemtesten weten of zo, dat ik ook met jullie voor jullie eens kan doen. Kijken waar ik dan op uitkom. Laat het hier onderaan in de reacties weten. Dus met de juiste link. Of wat jullie ook dan nog kunnen doen is gewoon... Hier onderaan staat een hele leuke link naar mijn Discord of www.cyclotv.be en dan klik je daar op Discord. Kom dan mee chatten in de Discord server en PM mij dan daar eens even CycloTV. En dan kunnen we weer eens kijken wat voor stemtesten dat we daar kunnen doen. Dus, maar we gaan nu eens even, dus dat is mijn top 3, ABBA, Eddie Wally en Europe. We gaan nu eens stemmen. Stem hier voor de foute 728. Oké. Okay. Hier. Dimitri's top 3. Er staat niks tussen. Oké, okay, dus... we gaan dus luisteren. Nee. Ja, dat is al een goeie. Oh ja! Pa-pa-pa-la-la-lap! Oh ja. Dan eens even kijken. Dan artiesten. Oh jong, er zijn veel artiesten. En dat blijft maar bijkomen. Ziet, dat blijft maar bijkomen. Ah, tracks. Oké. Okay. We gaan eens op A's luisteren. Eens even kijken, hè. Als we daar nog iets weten van te vinden. Oh, ze kunnen niet allemaal ze zijn niet allemaal aanklikbaar. Nee. Alles stond weer op stel. Nee. Everybody niet. Dat is ook wel een goeie. Maar die van Fiocco is ook wel eigenlijk wel een goeie. Kan ik die niet naar nummer 1 verplaatsen? Ja, dan gaan we... Deze eruit halen. Deze gaan we toch ook even uithalen. Nossa, nee. Alice, who the fuck is Alice? Who the fuck is Alice? Dat is wel een moeilijke hoor, mensen. Dat is wel een moeilijke. Deze is ook alweer al goed voor de Rode Duivels. Ik vind die wel goed, ja. Die gaan we erbij plaatsen. Ik loop bij jou de deur niet plat. Ik loop jou bij de deur niet plat, nee. Die gaan we niet doen. Ik ben zo schön. Ik ben zo tol. Ja. Around the world. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja, nee. Ja, zijn zo goede liedjes, hè. Hier is ook zo, hier. Alex said Crazy Frog. Bam, bam. En deze is ook dan weer zo goed, hè. Atje voor de sfeer. Atje voor. Dikke gas. En like Martin. Na 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 na. Atje voor de sfeer. Voor de sfeer.
Aartje voor de Seer. Oh, mannetjes, mannetjes, mannetjes. Naast je top 3 kun je nog 22 extra tracks om je lijst compleet te maken. Ah, oké. Okay. Dus we gaan nog Aartje voor de Seer er ook dan bij toevoegen. Oké. Okay. Dan gaan we eens naar de B toe. Babe, We Gone Love tune, die ken ik niet. Nee, ken ik niet. Baby, baby. Baby, baby, baby. Van Justin Bieber. Nee, 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 nee. Die gaan we er niet bij pakken. Die gaan we er echt niet erbij pakken. Nee. A Banana Big Better. Van je broer. Oh, die moet er zeker bij zijn. Oh my god. Ik kan er nog... Ik kan 22 extra taxen toevoegen, dus we gaan ook nog voor Barbie Girl van Aqua. I'm a Barbie. Hi Ken! You are fun and white. Show again! Jump in. I'm a Barbie Girl. In your Barbie world. It's fantastic. It's fantastic. Ja, maar die ga ik er toch niet bij doen. Nee, nee, nee. En de Barbie Streisand. Streisand. Barbie Streisand. Zo is het, Barbra Streisand. Dat is ook weer een moeilijke. Ja, die gaan we erbij doen. En Sam Goris, natuurlijk, van hun Basket Sloefkes. Basket Sloefkes, Sam. Natuurlijk. Sam Goris, je moet er ook in zitten. België, natuurlijk. Voordat, ja, natuurlijk moet deze er zeker in zitten, want België speelt nog altijd mee met de EK. Luister maar. Naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Die gaan we er ook even bij zetten. Better Off Alone. Talk to me. Ja, die gaan we er ook bij zetten. Bewegen is gezond, die ken ik zelfs niet. Ik weet het niet. Bewegen is gezond. Of bij de Rijkswacht. Het is wel foute muziek, moet je wel eerlijk toegeven, mensen. Het is foute muziek. Die gaat er ook nog bij zetten. Ja, ja, ja. Oh, Blue van... Blue, da, ba, di, ba, ba, di, la, ba, di, la, ba, di, la, ba, di, ba, ba, di. Natuurlijk. En dan hebben we nog... Oh, mannetjes, waarom staat die er ook weer al tussen? Nee, die niet, bedoel ik. Boom, 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 boom. I want you in my room. Van de Venga Boys. Boom, boom, boom. I want you in my room. Kan wel leuk zijn. Kan wel leuk zijn. Ja, waarom niet? We gaan ook boom, boom, boom van de Venga Boys erbij toevoegen. Bote Anna, wie kent hem nu niet? Het vindt er een nieuwe boot. Maar daar heb ik wel even een mededeling rond van Bode Anna van Gebroeders Kroo. Want dat komt eigenlijk van deze liedje af. Ik heb er eens even gehoord op YouTube. Base Hunter. Ziet hier. Base Hunter. Anna. Ah nee, dat van Tota. Allee, weer al reclame. Weer al reclame. En 16 seconden, hè. 16, hè, mensen. 16. Oh my fucking god. Echt waar, mensen. Sjoef. Hier zijn jullie reclame. Nu sta ik voor jullie beeld. Mwahaha. Ja, maar ik heb weer wel mijn eigen moeilijk gemaakt nu. Is hem dat? Eens even kijken. Eens luisteren. Ja, tam tam spela lete tota. Nee, dat is hem niet. Hier, dat is hem wel, dit is hem. Luister maar. Anna, Anna heet de hoon. Je hoort je pana, pana, het is hoort. Je weet je uniek voor de kanon. Dat is echt sweet en ik vind dat zo machtig gemaakt, hè. Oké, we gaan terug verder.
Gaan we die erbij zetten? Nee. Brandweer van Clouseau. Nee. Dan gaan we eens naar de C toe. Eens kijken als we daar ook iets heel leuks tussen vinden. Nee. Call on me. Ja, die kan ook wel eens leuk zijn. Call on me. Ja. Hier om het ook tussen zetten. Voilà. Captain Jack. Oh, die moet er sowieso tussen staan. Eyo, Captain Jack. Eyo, Captain Jack. Voilà, ze. Carnaval to Paris. Ja, die moet er ook bij zijn. Oh, ja. Natuurlijk. Hoeveel heb ik er al? Ik weet dat niet. Hoho. Ik heb er al veel hoor. En dan gaan we nog eens even verder kijken wat er nog allemaal tussen zit. Ja, Sherry van, die hebben jullie al gehoord. Color the World. Nee. Of Coco Jumbo. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Jawel, ik heb de Coco Jumbo en oh ja, Captain Joe, die moet er ook sowieso erbij zijn. Daar kunnen we mooi op dansen. Eens even kijken wat we dan nog hebben. Nee. 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 Dan gaan we eens naar de D toe. Van mijn naam, Dimitri. DJ. Nee, Daddy DJ. Nee. Daddy Cool? Nee. Daar gaat ze. Nee, dat gaan we ook niet doen. Disco. Nee, dat gaan we ook niet doen. De allereerste keer. Het is de allereerste keer. Nee, toch niet. Marie-Louise. Oh ja. Top. En neer, dat is door de woeste orkaan. Ja, die moet er sowieso erbij zijn. En dan moet je de hele zaal van Vlaanders Expo Gent, moet dan helemaal gaan zitten. En dan... Dat moeten ze daar eens doen, echt waar. En hopelijk, oh, daar moeten ze een wereldrecord dus op maken. De langste boot van mensen maken. Ja, dat moeten we ook eens doen, misschien wel eens bij de Cycle TV. En dan met deze liedje er echt er dan erbij van. En zo, en neer, dat is door de woeste orkaan. Ja, oh, dat is wel een heel leuk idee. Die gaan we sowieso erbij zetten dus. De Heuveltjes van Erika, die moeten jullie ook wel kennen. Dika. Maar ik mis hem. Ik mis hem zo hard. Bart van den Bossen. Bart van den Bossen die is al heel redelijk lang al heen gegaan. Wanneer juist en welk jaartal, dat weet ik niet. Ik kan het voor jullie eens opzoeken. Want ik hoor het, ja, wanneer is die dan heen gegaan? Wij willen meer informatie, wij willen meer informatie. Oké, dan hier is hij. Bart van den Bossen die is heen gegaan op 6 januari 2013. Dus nog maar recent. Dat is dus Bart van den Bos, hè? Dus die deed ook mee aan video dinges, video dinges. Oh, mannetjes. Daar kennen we hem dus echt van video dinges. Ja. Allee, dan gaan we terug eens verder. Want dus, we zitten nog maar aan de D, hè? We moeten tot de Z gaan, hè? De Vogeltjes als natuurlijk moeten die erbij zijn. En Sink moet er ook bij zijn. Want daar is Sink, de vriendschapsband. Luister maar. Voilà. Oh, het is hier ook nog zo'n mooie. Nee, dat is geen mooie. Devil Time. Ja, Devil Time. Die moet er ook in zijn. Omwille van
De Rode Duivels die zitten nog altijd in de EK, dus die moet erbij zijn. Dat is een fout, hè. Dat is lekker fout, dat is lekker fout. We gaan nog 5 minuutjes verder en dan zit er een klein beetje erop van deze foute dingen. Dan ga ik nog wel verder kiezen. Ik zal dan wel eens later eens op de dag nog wel laten horen wat ik dan allemaal heb gekozen. Eens even kijken. Dracostina, Dante van Ozone. Nina, Lalong, Along. Ja, die moet er ook naar buren zijn. En Thomas moet er ook bij zijn. Voilà. Oh, Drop It van Scoop. Of Trap the Beat. Oh, die is toch ook weer zo mooi. Zelfs kan ik weer niet meer kiezen, hè. Oké, dus we zitten bij de E. Dus ik ga nu verder te goed eens beluisteren, goed instuderen. En dan gaan jullie mijn ganse lijstjes hier eens dan eens kunnen bezien. Maar ik ga nemen. Zie jullie allemaal straks gestrekt? Straks, na deze fragmenten, gaan jullie mijn top 25 of zo hebben zien op, niet op Spotify, op, hier in mijn vlog. Want dan ga ik weer al overschakelen naar mijn pc toe. Want dat is wel leuk, zo is een stemtest doen. En nu heb ik hier mijn haardas aan, dus ga ik rustig een wandelingsje maken. Een kiwiet. Oh fucking hell, het is al goed heet buiten. Dus, maar ja. Ik ga proberen vol te houden. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Ik moet een afzeggen, de wandeling. Ik heb dus niks gedaan met deze. De zon die schijnt al iets te fel op mijn hoofd. Ik ben mijn klak ook vergeten. Ik kreeg ook al gewoon al hoofdpijn. Als ik al even in de zon al stond. Ik ga gewoon morgen werken, want dat is gewoon binnen. Hè. Dus daar komt geen zon aan mijn te pas. En ik zit in een cool afdeling. Voilà, ik ben nu terug naar mijn thuis aan het gaan. Ik ga nu verder werken ook aan de playlist van de foute playlist van Psycho TV van muziek. Allee, tot straks allemaal. Ik ben thuis aangekomen. Ik ben eigenlijk wel verkeerd bezig, hè mensen. Ja, ik ben hier al de foute week al aan het presenteren. Ook met mijn computer op te nemen. En dan zelfs nog de geweldige top 25, waar ik ook nog wil laten horen aan jullie welke dat ik echt in de lijst heb gezet. Maar eerst moet ik me dan wel voor eens omkleden. Dus 3, 2, 1. Wauw! Ik ben in één keer omgekleed tot... Yup, yup, koffie! Yeah, 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 yeah. Want de foute week is aangebroken. En dan ga ik zo de ganse week, ja, niet in het begin, maar wel aan het einde van de vlogs, zo presenteren. Jawel, dames en heren. En zo ga ik ook, jawel, donderdag werken. Oh yeah. La 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 la. La 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 la. Voilà, ça. Wat vinden jullie ervan? Van de verandering. Laat het in de comments weten. Ja, 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 ja. Zo mensen, jawel, hier is hem dan. De koffie. Jawel, ik kan ze wel niet te goed opzetten. Dat ik ook mijn headset op heb staan. Dus ik heb hier mijn 25 tracks gekozen. Ik wil die even bij jullie ook mededelen. Ik word hier bijna gekild. De Play Alive, de bongo song van Safri Duo. Dan heb ik ook Neem Je Mee van Gijs Pardoes. Pardoel. Dan heb ik ook In My Eyes van Mille Gink. Jawel, Mille Gink hoor ik echt heel graag. Dan is het out to be. Take a look and see. Oké, en dan heb je nog de Indianendans van de M'kes. Dat is echt heel lang geleden. Indianendans, tot en paal, Indianendans. Dan hebben we nog It's a Rainy Day van
IMC. Rainy day! It's a rainy day! Dan hebben we nog Lambada van Kwaoma. Of zoiets. En dan hebben we ook nog Leef van André Hazes Jr. Lea. Ga pak je alles wat je kan. Dan heb je hier ook nog Leef van ja, Walter Grootaas. Maar jammer genoeg. Wacht, ik ga die dan eens even opzoeken. Leef, enter. Dus ja, die heb je dus niet. Ik kan hier dus niet op play drukken, dus ik moet dan wel even naar Spotify gaan. Oops, dat is deze hier. Ik hoop dat dat deze is. Wacht, hè. Ja, dat is deze. Kennen jullie het nog van Big Brother? Valessa. Het is voor van mijn twijfel. Oké, en dan heb je nog Liefde is een kaasspel van Lisa Delbo. Na 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 na. Dan hebben we nog Lift Up van Toeval Biola. Let's say up to the highest emotions. I'm gonna make it feel alright. Dan hebben we nog Lila van Kim Gay. Dan hebben we ook nog Lavin La Vida Loca van Ricky Martin. To your friend, all sardines sold out. Dan hebben we ook nog Love Generations van Bob Sinclair dat ik heb gestemd. Think, think you're right. En dan hebben we ook nog de Love Song van X-Extreme. Dan hebben we ook nog de Macarena van Los Del Rio. De Macarena song natuurlijk. Me, just with me. En dan hebben we hier ook nog de Magic Flight van Tuva Biola. The Magic. En dan hebben we nog Maria van Udo Tres. Van Ricky Martin. Dan hebben we nog Miami van Will Smith. Dan hebben we ook nog Move On Baby van Capella. Oké, dan hebben we nog Mr. Fain van Culture Beat. I want it now, I want you, I'm done, Mr. Fain. En dan hebben we nog No Limit van To Limit. Ja, want die moet iedereen wel kennen, dames en heren. No, can't stop living. Oké. En dan hebben we nog On van X-Session. Ocean, welcome. En dan hebben we nog de Party Rock van Atem, LMFAO. Jawel, we zijn er weer bijna. Party Rock! Jawel. En natuurlijk, iedereen moet deze wel kennen van de Pita Boys. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Oké, en dan hebben we nog gekozen voor Two Times van Anne. Voilà. Ik hoop dat jullie er wel echt hebben van genoten van deze hele aparte vlog. Ik ga zelfs de aftiteling doen, dan kan ik heel mijn koffiepak te goed terug aandoen. Wat staat er dan nu op het programma? Dus dan klikken we op het volgende. Klik. Extra stemmen. Ja, dat klopt. Volgende.
Waarom heb je deze tekst gekozen? Oh my god, moet ik dat allemaal gaan invullen? Nee, dat ga ik dus niet invullen. Volgende. Q-Music mag mij bellen in de uitzending. Ja, dat staat dus mijn telefoonnummer. Ja. Klikken we versturen. Dus nu heeft iedereen weer op mijn leuke gsm-nummer gezien. Ik ga die eruit blurren. Dus jouw top 3 is van Play Alive, de bongo song van Xavier Duo. Ik neem je mee van Gijs Badoel. En In My Eyes van Milik Inc. Jawel, dames en heren, dat wordt hier echt een leuke lijstje. Hier bij Q-Music. Bro, to be fout. Moet ik dan nog niet nog ergens op Excel? Nee, oké. Voilà, dat zijn dus mijn nummers. Ik hoop dat oprecht dat mijn top 3 echt werkelijkheid wordt. We zullen zien en we zullen ook horen op Q-Music. Ja, en daarbij heb ik ook dus hier nu een mooie playlist gemaakt. De Psycho Foute Playlist 2024. Zoek die maar op en like die playlist. Want daar staan in totaal 314 nummers wat ik heb gekozen. Wat ik ook heel graag hoor en al. Dus ik heb er even mee bezig geweest. Jullie zien het. Zie je, het ziet dus wat een lijst dat hier staat. Dus ik zal zeggen, veel luisterplezier. Want het is in totaal 19 uur en 42 minuten dat je kunt luisteren. Net geen dag aan muziek dat ik heb gekozen voor jullie. En het is een openbare playlist. Dus zoek mij op Psycho TV. En dan klik je gewoon op Psycho TV Foute Playlist 2024. Want hoogstwaarschijnlijk gaat die hier ook op staan. Zie, dus mijn openbare playlisten staan hier dus ook allemaal op. Dus ik heb er een redelijk wat. Dus ik zal zeggen, jawel, ga maar beluisteren, Psycho TV. En volg mij ook op Spotify, zal ik zeggen. Ik volg er al 55 en ik heb maar 5 volgers. Wauw, woehoe. Alex, zie jullie allemaal straks geschikt. Ik wil de vlog ook niet te lang maken. Ja. Dus daarom dat ik nu al... Ja. Al op begin te sluiten. Ja. Goofie. Ja, ja, wat scheelt er? Stop dat eens met dat te doen. Oké. Dus ik ga daar ook mee stoppen. Ja, ik heb een gat in mijn kous. Wauw, likeske. Nee, dus ik hoop dat jullie van mijn mooie playlist hebben genoten. En van mijn mooie muziekstukjes wat ik heb gekozen op Q-Music voor de Foute Week. Voor de 728. Dus ik heb gefout! Ik heb gefout! Jawel, dames en heren, ik heb gefout. En hopelijk komt mijn fout goed terecht bij Q-Music. Dus voilà. Ik zal zeggen, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze hele leuke vlog. Ook in koffiepak. In de eerste deel niet. In het tweede deel weer wel in mijn vlog. Dus ik hoop dat jullie het er hebben van genoten. En ik ben nog altijd blij, hè. Ik ben nog altijd blij. België. Speel heel goed, hè. De woensdag tegen Oekraïne. Kom aan, hè. Mijn statistiek 3-0. Voilà. Nee, 0-3. 0-3, want België speelt uit. 0-3. België speelt uit. Dus dan is het 0-3 voor België. Want we gaan er 1 doelpunt extra erbij toevoegen. Maar ik vond het ook wel knap gisteren in... voor jullie al eergisteren. Bij de voetbal van België. Amai, man. Op 1 minuut 36 seconden scoren. Dat is de snelste doelpunt in de aller tijden in de Belgische voetbalgeschiedenis van België die op uittoernooi spelen. 1 minuut 36. Gaan ze ooit, maar ook ooit, daar nog onder zitten? Ik weet het niet. Ik hoop het van wel, want dat was echt een hele mooie move. Want Tielemans kwam al helemaal van de middenveld af. Die ging helemaal naar de bal toe. En die shot! En scoort. Yes! Woehoe! Ik ben blij om. Dan was het 1-0, 1-0. En dan was het 2-0. De meter terug, 1-0 door die fucking VAR. Wat vinden jullie daarvan? Het was maar een klein beetje dat een buitenspel stond, Lukaku. En het werd al volledig afgekeurd, het doelpunt. Come on! Dat was het 2-0. Maar ja, uiteindelijk werd het toch nog 2-0, want we hadden die doelpunt nog nodig, want
Jawel, die Romeinen die waren... Die waren... wel, moeilijk. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Oh mannetjes, het is wel warm. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream of een short movie is. Ik zie jullie allemaal, kijkertjes, hopelijk fris en wel terug op mijn vlog. Want dan is het de Q&A time. Ook hoogstwaarschijnlijk in Koofy style. Koofy style. Ha, 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 ha. Van hoe lukt de dogs out? Ja, hoe lukt... Ja, met dat ga ik even proberen af te sluiten. Als ik daar... wacht, hè. Hoe noemt ze dat nu weer al? Want daar wil ik al echt mee afsluiten. Dus dan ga ik dat ook op... Ja, daar gaat weer al iets van mijn PC eraf. Ja, mijn PC-kast begint te verslijten. Come on, donaties, donaties voor een nieuwe PC. Ja. Nee, dat hoeft nu nog niet. Nee, dat hoeft nu nog niet. Ja, nu heb ik het er te verkeerd op gezet. Oh, echt waar, Dimitri. Oké, zal ik eens kijken, hè. Zal ik eens gaan kijken. Op de computer. Hier was dat. Daar is dat feestje. Bij de huisje moet ik kijken. Start. Go up. Volgende. Yoink. Volgende. Een volgende. 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 Ah, hier. Bah. Ik ga daar eens proberen eens te zoeken in... Oh, fuck. Waar staat hem nu? YouTube. Dan hier. Who let the dogs out? Van Bahaman. Dan karaoke. Ik hoop dat daar geen muziek achter zit. Even horen, wacht hè. Ik ben nu aan het kijken, die stikt dus nog in. Dus ik moet deze dan uittrekken van mijn computer. Ja. Zomerassortiment van Bol. Hier gaan we dan. Hopelijk. Het is aan het laden. Who let the dogs out? Woe, 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 woe. Who let the dogs out? Nee, dat is hem niet. Dat is hem niet. Dat is hem niet. Dat is hem niet. Voor Charles. Ja, dat is hem normaal gezien. Ja. The dogs out. Who let the dogs out? Nee. Daar zijn ze ook al in aan het zingen en dat wil ik niet. Oké, okay. Gaat misschien lukken. Who let the dogs out? 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 Well, the party was nice, the party was a pimpin. And everybody having a ball. I let all the fellas start the name shelling. And the girls are responding to call. Who let the dogs out? 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 I see the tens of people hot the ball coaster. Really want to do skip to down to get back to curfew, back to curfew, back to flee.
Can't tell me myself, hey man, no get your angry. Two angry girls and calling them Connie. But tell them me, hey man, it is part of the party. You put a man and I found an man and blah 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 blah. Who let the dogs out? 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 Who? Say a doggy is a nothing if you he don't have one. A dog don't have that one. A doggy is nothing if you that can it just need who let the dogs out? Who? Who let the dogs out? Who? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Oké, dat is meer dan genoeg. Oké, ik ga nu ook nog eens afsluiten met mijn eigen liedje. Ik vind dat echt zo'n machtig liedje wat ze hebben gemaakt voor mij. Ik ga dat even opzetten. Alsjeblieft. Ik zal zeggen, geniet nog maar weer al van die twee liedjes nog. Eentje is, eens even kijken hè. Oei, het hangt weer al even. Waarom hangt je? Waarom? Waarom zijn de bananen krom? Als ze omslaan, vallen ze om. Denk ik. Ah, oei. Ik zal het er twee keer in. Hier is hem dan. De Psycho intro. Psycho TV. Leave me room, me two for three. EUPA. Je hebt de zin in, niet er helemaal af, toch? Ik heb als een blauwe duimpje. Dankjewel, Juicy AT, voor deze remix te maken. Amai man, ik heb er echt warm van gekregen. Oké, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een short movie is, een gaming movie is. Of gewoon een video is. Of een livestream is. Of mijn vlogs online komen. Jawel. En bij deze, hoe ik altijd als afmeld. Yo 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 y